Als je het allemaal over moest doen, zou je het dan weer zo gedaan hebben? Eigen geld erin steken, zoveel tijd erin steken, zoveel energie, zoveel emotie. Het probleem is altijd dat dus met de wetenschap die ik nu heb, zeg ik nee. Maar ik ben inmiddels op een leeftijd gekomen dat ik natuurlijk ook wat bezadigder ben. Niet zo, wat zal ik zeggen, niet zo succes belust. Maar ik was toen nog redelijk jong in die tijd. Ik was voorzitter toen ik 37 werd. En ik was zelf als speler nooit kampioen van Nederland geworden. Ik voelde me echt dus gedreven om een prestatie neer te zetten met een team. Al stond ik zelf dan niet op het veld meer. Daarom is het, kan ik dus nu zou ik dus zeggen nee. Maar ik denk in mijn jeugdige overmoed dat ik het weer zou gedaan hebben. Ik heb er ook geen spijt van, hè? Zo moet je het ook niet zien. Maar jee man, ik heb er wel tijd in gestopt. Om over geld maar te zwaren. Die vinkenkamp is heel belangrijk geweest voor jullie, hè? Ja, voor mij sowieso. Ik heb me altijd ongelooflijk thuis gevoeld. Het was een verschrikking, denk ik, voor de tegenstander om er te spelen. Ook al omdat er een aantal mensen uit Den Bosch ongelooflijk, soms ook toch wel heel grappige dingen konden roepen, waardoor spelers echt van de tegenstander nog ineens meer vrije worpen konden nemen, laat ik het zo zeggen. Het was een enorm thuisvoordeel om in Den Bosch te spelen, ja. Jij hebt een traatje om gelaten toen hij afgebrand is? Nee. Zo, dat zit niet in mijn aard. Maar ik rijd nog heel vaak naar Den Bosch en dat ligt dan nog vaak op mijn route. En dan zie ik dat het grote gat. Dan denk ik, laat het maar een mooi plantsoentje blijven in plaats van daar een flatgebouw neer te zetten. Maar dat is weer een heel andere zaak. Ja, dat denk ik wel. Want we hebben, zoals ik het kan zien... En goed, ik ben alleen, maar ik denk dat wij hele goede jeugd hebben. Dat de binding met de vereniging stukken beter is dan jaren geleden. Dat mensen uit de regio graag bij EWBC jeugd willen spelen. En ook op dit moment de kans krijgen om door te stromen in een eerste team. En ik zit helemaal niet een paar keer af te kraken of... En dat hoeft ook helemaal niet. Die zijn ook altijd goed bezig geweest. Omdat ze ook altijd een hele goede sponsor hadden, goede spelers hadden. Maar het teamconcept was anders. Wij waren met hele andere dingen bezig. Plus het feit dat Parker speelde één keer een topwedstrijd en die was tegen ons. En wij speelden het hele jaar lang... Elsmaar tegen die zware ploegen, tegen Barcelona, Maccabi, Italiaanse ploegen, Russische ploegen. Het leuke eigenlijk is, en wat je nu bijna niet meer ziet, is dat wij van geen enkel land bang hoeven te zijn. Nou, echt spijt is een nee, dat niet. En ik vind ook dat, goed, je maakt op een gegeven moment in een carrière keuzes en dan moet je achteraf ook niet op terugkomen en zeggen, want daar heb ik... Wat misschien wel frappant is in deze, is dat ik bij al die Europa Cup wedstrijden in de Vinkenkamp, dat ik aanwezig geweest ben als toeschouwer. Want ik zei al, in het begin heb ik met Puntje ook Europa Cup gespeeld. En na een jaar of 3-4 was het over, maar toen die hoogtij van de Bos begon, zat ik eigenlijk ook altijd in de Vinkenkamp bij al die wedstrijden. Ik heb de meeste ook gezien, hè, in de Vinkenkamp. Ik zat vaak achter de spelersbank, in die bergruimte, op die gymnastiektoestellen en zo. En dan vond ik het inderdaad, één vond ik het prachtig om te zien, maar twee vond ik het best wel jammer dat ik toen niet daar aan mee kon doen. Maar echt spijt, ja. Nee, toen zeker niet. En achteraf heeft dat natuurlijk geen enkele zin om daar nog eens op terug te komen. Twee Amerikanen die ik weggebracht heb, of tenminste één Nederlands Amerikaan en één echt Amerikaan, wat me heel erg bijstaat, is Andrew Fields en Danny Kramer.
En met name Danny Kramer was natuurlijk heel, ja, dat was heel apart. Dat lag zo gevoelig, want ik bedoel, die was zo ingeburgerd met een vrouw en kinderen. En die, ja, daar hadden we ook een heel busje voor nodig, want die hadden zo'n vracht aan bagage, dat wil ik niet weten. En dat heel de straat uitliep en dat tranen met uiten. En ja, dat was wel heel mooi, de afscheid. En dat we in dat busje stapten en dat ik de straat uitreed en ik moest wachten, want ik naderde een voorrangsweg. En heel de familie zat te huilen. En ik zeg tegen Danny van, what's it gonna be, Danny? We're leaving or we're staying? Are we gonna stay? En hij dacht 10 seconden na, brullende kinderen achterin. Let's go, Jack, zei hij. Ik zeg, oké. Heel de weg naar Schiphol huilen. Ik zeg, we kunnen nog steeds omdraaien. Hij zei, we gaan. 90 en nu is het 13 punten verschil. En hier gaat Kirkland, dat wordt een dunk. Ja! Den Bosch. Den Bosch in de finale van de Europa Cup. Via deze bal. Eerste jaar Eredivisie. Eerste jaar Eredivisie. Met een heel bos team. En waar ook mijn broer bijvoorbeeld in zat. En ja, dan praat je echt over heel lang geleden hoor. Het pleintjesbasketbal zo gezegd. De mensen die. De meesten zullen het nog niet weten hoor. Dat het van toen de tijd. Toen was. Volgens mij was Rinus de Jong zelfs toen nog coach, het eerste jaar. En dan hadden we daar Tom Kwaks rondlopen en Wim Brokkel rondlopen. En in het bestuur mensen als Bruisjes en Brugman en Eikemans. En dat was nog maar het begin. Spelers als Wiertz, die later ook nog doorgaan, dus de jonge Wim Brugman. Jantje Voezenek, Sjoel Voezenek. Tony Paanakker, zijn zoon zit nu in het Heren 1. Vele jongens die nu nog wel eens terugkomen, maar die de meesten op het moment zoals ze nu aan het spelen zijn, niet veel zegt. 17 jaar, maar weet je, dat is even geleden. Ik ben een keer gebeld vanuit Den Bosch, maar ja, ik was dus helemaal gemaakt in Haarlem, 3 keer kampioen geworden met Jan Jambroes. Die is weggegaan in Haarlem en op dat moment zijn ze aan me gaan trekken toen Jambroes hier kwam.
Tom Kwaks heeft me toen nooitjes gebeld en ik ben een keer geweest praten daar. En ik zat daar in de situatie dat ik woonde nog thuis en ik wilde best wel eens zelfstandig zijn. En het, Jan Broes was weg en die zat in Den Bosch. Dus eigenlijk wilde ik ongelooflijk graag weg. Maar toen had je nog die stomme regel dat je een jaar moest wachten om weg te gaan. Dus toen kwam het rare toestand dat ik mocht niet weg uit Haarlem. Ik moest nog een jaar spelen, terwijl ik weg wilde. Ja, dat mocht niet. Maar ik had wel een contract, maar omdat ik wegging, wilden ze dat niet betalen. Dus toen kregen we zo van, toen heb ik nog een jaar in Haarlem gespeeld onder Tom Quinn. En toen hebben ze me vanuit Den Bosch betaald. En het jaar erop ben ik dus naar Den Bosch gekomen. Jan Bus was toen coach. En dat vind ik altijd nog steeds ontzettend jammer, want ik kwam hier, ik heb ongelooflijk veel aan Jan Broers danken en ik kwam hier en ineens bleek behalve ik niemand is meer zo in Jan Broers te zien zitten en dat is dan ook helemaal fout gegaan dat seizoen. Dat vond ik wel heel jammer. In de, wat toen dacht ik, eerste divisiespel of de huidige promotiedivisie. En we praten inderdaad over 70. Ik denk dat ik inderdaad 19 was in die tijd. En ja, ik zat al in wat vertegenwoordigende teams, dus die belangstelling die was er heel duidelijk vanuit de MOS. En ik heb toen met Rinus en met Tom Kwaks gesproken. Maar één was dat ik eredivisie wilde gaan spelen en dat kon EBBC me toen niet bieden, want dat gebeurde, ik denk een jaar of twee jaar later dat EBBC naar de Eredivisie ging. En het andere was een beetje de uitdaging om hem wat verderop te zoeken. Ook Punch Delft had me in die tijd gevraagd om daar te komen spelen. En dat is eigenlijk gekomen via wat vertegenwoordigende teams. En de eerste belangrijkste reden was om meteen Eredivisie te kunnen spelen. Ik speelde een jaar of vier of vijf basketbal. En ik was er echt aan toe om, we hadden met BC Paulus net een promotiewedstrijd verloren om naar de Eredivisie te promoveren. En daar wilde ik per se naartoe. Ten meer ook omdat ik bij de selectie van het Nederlands team zat en ik wilde die kansen zo goed mogelijk verdedigen. Dus dat is de eerste keer geweest dat het een officieel contact is geweest tussen EBBC en mij. En toen was het mijn keuze om dus meteen naar het hoogste niveau te gaan.
Daarna is het nog een aantal keren wel geweest. En het meest duidelijke voorbeeld was het jaar dat Bill Sheridan hier is gaan coachen. Want Bill Sheridan die is in Delft begonnen, heeft 3 jaar bij Raak Punch gecoacht. En was mijn clubcoach, maar was tevens ook nationaal team trainercoach. En Bill die ging na 3 jaar Delft ging die naar de Bos toe. Dus daar praten we intussen over, ik denk 76 of rond die tijd. En ja, Bill die ging ook een team samenstellen hier. Er moest nog het een en ander aangevuld worden. En hij wilde me dolgraag meenemen hier naartoe. En ook dat heb ik toen afgehouden. Tegen 90 en nu is het 13 punten verschil. En hier gaat Kirkland, dat wordt een dunk. Ja! Den Bosch. Den Bosch in de finale van de Europa Cup. Via deze bal. Het actieve en ook het luidruchtige gedeelte van vanavond komt uit Zetterbos. Het betreft de tweede wedstrijd in de halve finale van de Europa Cup 2 voor basketbalploegen. EWBC Den Bosch ontvangt thuis Sinodine uit Bologna. De opgave voor de Nederlandse ploeg is moeilijk. 12 punten verschil staat er van verleden week nog over. Dus Den Bosch moet om zich te plaatsen voor de finale met 13 punten verschil hier in Den Bosch winnen. Of dat zal lukken, iedereen twijfelt eraan en iedereen hoopt. Meer dan 2000 toeschouwers zijn aanwezig voor EWBC Den Bosch tegen Sinodine Bologna. 5 punten is het verschil als Den Kramer de bal ingooit. Dekker, Kirkland. Kramer. 50-43. Danny Kramer komt op 16 punten. Owen Wells. Valenti. Pilalta. En Lister. Met de hulp van Kirkland die er goed tussen zat. Dekker. Hakenbom. 52-43. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik geloof ik zelf ook niet. Nee? Maar ik heb er nooit zo bij stilgestaan. En ik weet nog wel van de wedstrijd, als ik daar even op mag terugkomen, dat op een gegeven moment heb ik later ook wel eens verhalen gelezen dat het fantastisch was. Hè? Met Tom Boots, een goede coach en zo. En dan dacht ik altijd, ja, maar het helpt ook wel eens een zo lange slungel in de tweede helft. 9 op 10 schoten, want ik had die wedstrijd 33 punten. En in de eerste verlenging ging ik er met 5 fouten uit. Maar het lullige van die, of het mooie van die wedstrijd was, van het was 12 punten verschil. En toen was het afgelopen. En ja, ik loop naar de kleedkamer en ik denk, er is niks meer. Hè? Het is gedaan. En toen dacht ik, oh ja, we moeten nog een verlenging spelen. Ja, dat was ontzettend leuk, omdat ook, ik weet nog goed dat de scheidsrechter toen, David Turner, dat was een topscheidsrechter en later ook een topman van de FIBA, die heeft echt geprobeerd om die wedstrijd aan de Italianen te geven. Op een gegeven moment pakte iemand van ons een rebound en de zei die goaltending dat die boven de ring werd gepakt en zo. En, die begon, en ondanks dat hebben we toch nog gewonnen. Ik denk dat die andere scheidsrechter wat gecompenseerd heeft, want hij heeft hem echt geprobeerd, dat gebeurde in die tijd nog. Aangenomen is hot, zoals het heet. Eindelijk, Valenti. Kijk, altijd daar de hulp van Wells. En Kramer en Kosic. En balbezit voor Den Bosch. Het wordt nu een panopticum. Maar dan ook totaal. Time-out voor de Engelse scheidsrechter Turner. En die wijst naar de Italianen. Daar is nu paniek. En ook Valenti grijpt naar zijn knie. De tweede spelverdeler van de Italianen. Die heeft zich verstapt. Ja. Ik heb jammer genoeg dat zelf veel geld in moeten stoppen toen de tijd. En ik heb ook wel collega bedrijven waar we mee samenwerkten. Dus met het bedrijf waar ik werkzaam was, hebben dus wel gesponsord zonder daarvoor iets terug te eisen, zeg maar. En in die tijd kon je dus nog voor redelijk weinig geld dus spelers binnenhalen, wat nou ook niet meer mogelijk is. Maar we hadden toch wel in die tijd denk ik, met dat jaar hadden we dus denk ik wel 7,5 nodig om die prestatie te leveren. Dus dat was voor die tijd natuurlijk ook veel geld.
En ja, dat liep allemaal perfect. En het voordeel daarvan hadden we dus dat we dus daardoor ook contact kregen met Nashua. Want het is dus, wij waren al met Nashua bezig toen we de finale speelden. En daar zijn we het voortgekomen dus uit het feit dat we in de finale zaten. Dus het was geen slechte investering op zich. Alleen nu zou ik het niet meer doen, als je dat bedoelt. En de recette was natuurlijk ook aanzienlijk hoger, hè? Of viel dat tegen? Dat viel helemaal niet tegen. Dan, als je dus alleen Europa Cup, denk ik dat je dus, ik kan wel iets ernaast zitten hoor, maar toch over de 100.000 gulden ging. Alleen Europa Cup. En nou, daar droomde nog iedereen van waarschijnlijk op dat ogenblik. Want dan praat ik dus nog niet eens over play-offs hoor. Ik kan mijn play-off wedstrijden herinneren van 30.000 gulden in de Maaspoort aan de Sutter. Ja, daar dromen we nou alleen nog maar van. Dus daar kwam ook wel geld vandaan. Hè. Het is niet alleen zo. Plus het feit dat je toen nog, ik weet niet, ik denk dat het er misschien nog wel is. Je had subsidie via het NSF voor de Europa Cup. Hè. Ja, zo. En dat was wel, nou, dat, als je dus de finale haalde, dan had je dus toch wel zo'n, praat je toch ook al gauw over 30.000, 40.000 gulden aan subsidies. Dus het was misschien wel beter dan het nu geregeld is, maar. Ja, op het ogenblik wordt er in de Europa Cup dus ook niet echt gepresteerd, zeg maar. Maar godzijdank zijn er nog twee ploegen die inschrijven. En Tom Boot, zit hier nog zitten? Het moet wel. We hebben nog 18 minuten en 19 seconden te spelen. En Dekker komt. Akerboom tegen Villalta. Akerboom durft nog niet alles. Dat wil zeggen gewoon 1 tegen 1 spelen. Lister. Akerboom wordt foutief afgestopt. Maar wat een knaller! 54-43, Kees Akerboom. En fout van Kramer. Wells bij 54-43. 11 punten staan er op het bord. Maar het is nog lang. Valenti en Wells helpt. Prachtig die lijnen te onderkennen in dat spel van de Italianen. Čosić is terug. Speelt weliswaar met 3 fouten, maar hij scoort. Dekker. Lister. Lister wacht. Kirkland. Dekker. Bal is goed. 56-45. Jan Dekker. Valenti. Valenti. Mis nu de hulp van Wells even en dan gaan we overrecht met Čosić. Die draait zichzelf erin. En weet dan dat hij de borden hier in Den Bosch kan gebruiken. Dit is Krešimir Čosić, een van de beste spelers van de amateurbasketbalwereld. Akerboom. Akerboom wil nu alles. Oh! De bal is alleen maar door het netje gegaan. Raakt er vrijwel niets aan. 58-47. Kees Akerboom. Villalta, hoekshot. Goed, 58-49. Dekker. Lister staat klaar. Kirkland, Kirkland Wells, dat is het duel. Dekker onderlangs met het bord. Scoren 60-49 door Jan Dekker. Bertolotti achter zijn rug langs, nu kan alles. En Wells zorgt voor rust bij de Italianen. Čosić, Akerboom. Villalta. Scoort. 60-51. Villalta. 60-51. Dekker. Lister. Wachten. En nog een keer wachten. Stappen. Dan komt Dekker redelijk weg. Akerboom. Nou, verder kan het niet. Oh! Hoe is het mogelijk dat die bal er nog in krijgt? Uitbalans, fantastisch gescoord, 62-51. De Italianen blijven dat gecontroleerde aanvalspel spelen. Villalta Generali. En Čosić gaat de beslissende schotpoging nemen en scoren. Formidabel. Formidabel hoe die man dat doet en durft. 10 punten, 84-74, 2 minuten 12. Ook de Italianen rukken nu op. Dat ziet de Bosse ploeg maar matig.
Akerboom gaat nu helpen. De lucht in en goed! Akerboom! 86-74. 1 minuut 55 seconden. 12 punten. Het moet 13 zijn. Vilalta schiet en mist. Rebound. Lister. Dekker. 1-40. En de rust. En wie? Van Essen biedt te gaan. En Dekker gaat de hoeken. Nu is er geen safety. Dat wil zeggen geen zekerheid meer achterin. Akerboom wacht nu even. En Van Essen. Kirkland. En Akerboom ver weg. Dan moet Van Essen schieten. Van Essen schiet en scoort. Rob Van Essen. 88-74. 14 punten. Den Bosch is op dit moment finalist. 1 minuut 11. En nu is het op Čosić letten. Čosić, Bertolotti is mijn gok. Valenti houdt de bal vast. Een gekkenhuis nu in Den Bosch. Bertolotti. Als de Italianen missen, zijn ze weg. Čosić, ja hoor, hij brengt ze terug. En nu, 16 punten voor Čosić. De stand, 88-76. 49 seconden. Als Den Bosch mist, dan kunnen de Italianen het afmaken. Dus mag er niet gemist worden. En wat een opgave voor een topsporter is dit. Nu niet missen. Een seizoen lang voor gespeeld. En in één aanval moet het eruit komen. Akerboom gaat achterlangs. Hier is Lister. Wie durft die beslissing te nemen? Dekker doet het zelf. Zit! Jantje Dekker! 90-76. Nog 21 seconden. En de fout is voor Dekker. En hij is heel boos. Op spelverdeler Valenti is al een wissel van Jewelsen getrokken. Maar hij blijkt hier uiterst cool. Hij scoort zijn eerste vrije worp. 13 punten verschil. Als hij weer scoort, zit Bologna in de finale. Als hij niet scoort, krijgen we een verlenging. Valenti scoort gewoon. En nu is Bologna in de finale en moet Den Bosch scoren. Er staan nog 17 seconden. Nog 16, 15. En Van Essen heeft de bal. Kijken hoe dit gespeeld wordt. Misschien wel het belangrijkste moment voor van de Nederlandse basketbalclub ooit in de geschiedenis geweest. Hier gaat de fout naar Čosić. En Lister, James Lister, moet nu de wedstrijd beslissen. 4 seconden nog. Kramer gooit. Kramer krijgt de bal, gooit. Het is goed, nee, is niet goed. En Bologna is finalist. 90-78 is geen finalist, het is verlenging. Verlenging. Nadat de eerste verlenging wederom een gelijke eindstand had opgeleverd, dat wil zeggen 12 tegen 12. De eindstand was 96-84, zijn we nu begonnen aan de tweede verlenging. Ook weer 5 minuten. De Italianen en Nederlanders hebben nu van helft gewisseld. Het is een ongelooflijk spannende aangelegenheid hier in Den Bosch. De Nederlanders staan er wat dit betreft nu iets zwakker voor omdat ze meer persoonlijke fouten hebben. De Italianen klaren dat aardig en hebben daar in feite nog steeds hun leven aan te danken. Čosić, afstand. Ja, dan schiet hij niet en dan krijgt Akerboom zijn 5e persoonlijke fout. Het is niet meer nodig voor Akerboom. Ja, daar wordt het aangegeven. Hij kan gaan zitten. Hij heeft een formidabele wedstrijd gespeeld met 30 punten. Is hij veruit topscorer, maar hij zal de finale niet meer meemaken. Rob Van Essen komt voor hem in de plaats. Ik heb drie wedstrijden en helaas gaan die andere twee niet over. Ik ben als 19-jarig in de Eredivisie terechtgekomen en toen hebben we 1 wedstrijd verloren van 4-6. En die wedstrijd, er moest dus een finale wedstrijd gespeeld worden in Ahoy Hall. Er zaten 5.000 tot 6.000 toeschouwers en die wedstrijd werden wij kampioen, Levis Flamingo's tegen 4-6. En toen had ik 36 punten, toen was ik net 3 jaar aan de basketballen. En dat is voor mij nog steeds een absoluut hoogtepunt. En verder in Haarlem was altijd een schoolcompetitie en er waren 2 grote scholengemeenschappen. En die werden altijd kampioen en ik zat op de middelbare detailhandelschool op mijn 19e en toen hebben we besloten om ook een team te gaan maken. Dus we hebben een jaar lang 2 keer per week extra getraind met de gymleraar. We hebben 4 mannen op moeten leiden om te kunnen dribbelen en dergelijke. En die wedstrijd voor 1500 toeschouwers zijn we Haarlems kampioen geworden. En dat vind ik nog steeds ook een prestatie van formaat. En Bologna? Uiteraard, Bologna blijft gewoon. Dat is het absolute hoogtepunt van het Nederlands basketbal, denk ik. Plus die 4e plaats
ooit in Frankrijk bij de Europese kampioenschappen. Maar dat deed A, ik niet aan mee. En B, daar baal ik nog steeds van. En C, ze hadden zoveel geluk met de indeling en één gewonnen wedstrijd. Met de één gewonnen wedstrijd zijn ze vierde geworden. Dus ik ben A, een beetje jaloers en B, jammer dat ik er niet bij ben geweest. Word je hier nog veel aan Bologna herinnerd door mensen? Nee, nee. Nee hoor, maar ik weet gewoon, iedereen die ook oud en grijs is zoals ik, die rond de tijd in de bos woonde, die weet die wedstrijd nog wel. We staan wel druk over in dat kleine vinkenkampje. Kirkland, lang naar Van Essen. Van Essen, Kramer. 96-86, de Italianen zijn in feite geplaatst nu. En Kirkland gaat onderdoor en scoort en krijgt de fout mee. Sossi is ongelooflijk boos. Hij gaat eruit. Vilalta gaat innemen. Er zijn nog 2 minuten en 16 seconden te spelen. Valenti dribbelt. Vilalta terug. Bertolotti. 12 punten. Het is weer verlengen. Als het zo doorgaat. 188. 2 minuten exact nog te spelen. Kramer houdt in. Kirkland en Kramer terug. Lijn is er nu nauwelijks meer te vinden. Het is nu alleen maar zorg om geen overtreding te maken. Hier gaat Van Essen en scoort.